Een biertje, een wijntje, een lekker glaasje whisky. Wat is nou het probleem, zou je zeggen? Alcohol is de meest legale, geaccepteerde drug die er is. Want alcohol is gewoon vloeibare drugs. Maar er zijn ook meer mensen verslaafd aan alcohol. Dan alle, alle drugs bij elkaar in de hele wereld. Dat is vast iets wat je niet wist. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Verslaving naar Vrijheid. Mijn gast is vandaag Jacqueline van Lieshout, iemand die er veel van weet, die het zelf heeft meegemaakt, maar ook boeken heeft geschreven over detoxcoaches. En we gaan het hebben vandaag over alcohol, Jacqueline. Ja. Ja. Want alcohol is, het is nummer één in verslavingsland, maar als je eigenlijk, als je de media leest, de kranten leest, gaat het altijd over drugs en dingen... En alcohol is toch iets wat in een soort ja een beetje grijs gebied is, of ja. onduidelijk is. Het wordt zoveel gedaan, het is zo normaal. Ja. Wat is het probleem? En, en een tijdje geleden, ik heb een onderzoek gelezen. Nou, jij zal het helemaal weten als detox coach dat vroeger dacht men toch echt van één glaasje. Twee glaasjes per dag is eigenlijk wel goed hè voor gezond, je ja. gezond voor je bloedsomloop. Ja. Nou, ik heb nu allemaal onderzoeken gelezen dat uh, dus gerelateerd is aan allerlei vormen van kanker. Nou, je lever, je hersenen. Hè, binnen twee, twee drankjes, is, werft het al een behoorlijke werking op je brein eigenlijk. En twee glaasjes per dag zijn er volgens mij in rekenkunde, veertien in de week. En nou, tel eens maar op, per maand. Dat zijn toch aardig wat hoeveelheden. Dus... Nou, en dan is het nog de vraag. Uh, nemen mensen dan een glas, zoals de wetenschap een glas ziet? Waar ja. 10 gram alcohol in zit. Dus dat betekent, als het om bier gaat, 250 milliliter. Dat is nog geen blikje. Uh, en bij wijn is dat 100 milliliter. Dat betekent dat je 7,5 glas uit een fles zou moeten halen. En dat doet niemand. Nee. Dus veel <laughs> mensen zeggen: Ja, veel ja. mensen zeggen: Ja, ik drink maar twee glazen per dag. Ja. Maar dan ko kom je wel makkelijk op tussen de drie en 400 milliliter. Dus dat zijn er eigenlijk drie of vier per dag. Dus als je zo'n glas hebt en je schenkt hem zeg maar drie kwart vol, dat zijn eigenlijk twee glazen? Of... Ja, je, het is leuk om het dus zelf eens te testen. Uh, 100 milliliter, gewoon in een uh, ja. maatbeker en dan in je glas, dan schrik je echt. Van dat is dus één glas. Dat is best weinig dus. Ja, en dan zijn mensen vaak boos op mij. Ja, maar in de horeca krijg je 150. Ik zeg ja, dat is prima. Maar als ja. je kijkt naar wat het aanricht, dat is heel ernstig inderdaad. Bij kleine hoeveelheden al, dan is 100 milliliter een standaard glas wijn. Ja. Nou, heb ik nooit, en ik heb ook nog nooit iemand gezien die met een maatbeker. Nee. Ze alcohol nee. 100 milliliter. Dat, klinkt, dat is, klinkt als echt weinig. Dat is echt zo'n mini-mini. Nee, ja, dat is veld. echt heel weinig. En daarom is ook voor het plaatje 7,5 glas. Moet je dus uit een fles kunnen halen. Dan zegt iedereen: Nee, we halen 5 glazen uit een fles. Dat is een beetje ja. wat mensen aanhouden. En dan denken ze: Ik heb maar één glas op. Ja. Nou ja, ik kom ook. <clears throat> Ik, ik hoor natuurlijk heel veel op mijn werk. Hè. Uh, ik ben familiecounselor en, en vraag ik ook altijd... die hebben dan iemand met een verslaving in de familie. Dat is allemaal heel ernstig en dramatisch. Maar dan zeg ik ook, hoe is het met je eigen gebruik? Nou, ik gebruik niks naar alcohol. Ja, maar ja, ik drink wel. Nou, dat is ook het gebruiken. Ja. Maar heel veel mensen zijn daar toch heel onbewust over. Die zeggen dan, ik ken ook iemand... die echt wel één fles of meerdere iemand, moet ik zeggen... die rustig een fles... Per dag leeg. Oh, ja. En daar zijn er echt veel mensen van. Gewoon wijn. Ja. hè? Ja. Maar ja, Wijn is toch ook gezond. En er zitten allemaal druivensappen en goede stoffen in. Ja, ik zeg altijd: het is een skelet met een Chanel jas aan. Maar ik denk dat het grote probleem is. Met alcohol is het woord alcoholist. Dat is het grote ja. probleem. Ja. Omdat we allemaal in het grijze gebied zitten. En allemaal willen zeggen: Ja, maar ik ben geen alcoholist. Want ik begin niet ochtends. Ik leef niet op straat. Precies. Ik verstop, verstop geen flessen in de schuur. Dus ik ben dat niet. En het is oké okay dat ik op vrijdagavond mijn fietsleutels niet meer kan vinden. of niet meer weet dat Monique ook nog in het café is geweest. Dat, dat soort dingen dat heb ik allemaal zelf ook meegemaakt. We, we willen allemaal geloven dat we daar niet zijn. En bij sigaretten bijvoorbeeld. hebben we geen nicotinist. Nee. En bijvoorbeeld in jouw geval van als familiecounselor. zou je ook eens gewoon alcohol kunnen vervangen voor sigaretten. Als je zegt oké, okay, je wil dus dat bijvoorbeeld zo'n lief stopt met roken. maar iedereen zit erbij met een sigaret. Nou, het wordt tijd dat jij stopt. Dan snapt iedereen van: oh ja, dat is raar. Maar ja. we vinden allemaal: alcohol hoort in ons leven. Ja. Dat moeten we eigenlijk normaal. Daar moeten we normaal mee om kunnen gaan. Ja, en dat is natuurlijk ook, denk ik dan gewoon, hè, vaak zeggen mensen ook: het drugs, dat probleem, je moet gewoon alles legaliseren. Maar dan denk ik: ja, volgens mij is dat niet de oplossing. Want dat is juist als je alcohol is gelegaliseerd, ja. maar dat geeft en ik ben niet tegen voor of of niet legaliseren, maar het geeft toch wel de boodschap af van onbewust denk ik dat het oké okay is dat het erbij hoort, want ja. jij zegt alcohol hoort bij ons leven, ja. nou, niet bij ons leven, maar bij ja. wel bij de meeste mensen. Ja, het ja, maar het is het is zo belangrijk. Ik had van de week een journalist aan de lijn die zei ook hm. van ja maar Jacqueline, je gaat toch niet nooit meer drinken? Je gaat toch wel weer op een gegeven moment normaal drinken. Ja. Wanneer kan ik weer normaal drinken? Nou, en dan haal ik hetzelfde aan, wat ik net te tegen jou zei: van sigaretten. Van zeg je ook tegen een ex-roker: van wanneer ga je weer normaal roken? Ja. En dan schrikken mensen precies vanwege wat jij net zei, omdat ze alcohol niet serieus nemen. We nee. nemen het middel niet serieus. Maar we zien het overal. Toen wij jong waren, zagen we het, en dat is nu nog steeds, in alle films, in alle televisieseries, ja, James Bond. Uh, bij een geslaagd leven wordt een mooie wijn, een champagne en dit en dat. Het is één grote romantiekbubbel. En dat heb je bij coke of heroïne of weet ik veel. Is dat natuurlijk helemaal is niet. Is iets minder. Vooral Ietsje vooral. minder dat je denkt, ja. laten we een klein snuifje doen. Maar dat, ja, dus dat, ja. dat is het grote ding <clears throat> waar je tegen vecht. Ja, nou ja, goed. Maar het is natuurlijk ook, mensen zeggen ook van, hè, en het, het gaat niet om, het gaat voor mij altijd om het bewustzijn over wat, wat je aan het doen bent en wat voor middel het ook is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van, uh, nou bij het eten, hè, dan neem ik twee glazen wijn om te koken, s'avonds even ontspannen. En denk ik, ja, ik ben ook wel van dat ik denk, je moet geen probleem maken van iets wat geen probleem is, dat vind ik, dat vind ik gewoon. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die er heel onbewust over zijn, die toch wel echt veel drinken. En dan het twee bij het eten en dan nog cognacje en dingen. En alleen nog voor je gezondheid heeft het natuurlijk een grote impact. Want jij bent detox-coach, ja. gezondheidsexpert. Kan je er iets over vertellen? Nou, Wat doet nou alcohol met je gezondheid? Nou, um, het is. Uh, uh, dit is het meest gezellige deel van deze podcast. Uh, Pas geleden hoorde ik van een hoogleraar. Ze dachten verantwoordelijk mm. voor uh, zeven soorten kanker, maar dat is nu al opgeschroefd naar veertien. Eigenlijk. Um, Vanaf de minste hoeveelheid heeft het effect op alles waar het langs gaat. Mond, keel, strottenhoofd, hals, slokdarm. Veel slokdarm, kankergevallen ja. zijn aan alcohol gerelateerd. Uh, uiteraard lever, darmen, enorm grote speler op de darmen. Uh, ja, ook al in kleine hoeveelheden borstkanker. Uh, hm. Enorme grondslag. Uh, los van hersenziektes, uh, Alzheimer, uh, diabetes, Dementie, overgewicht, stofwisselingsstoornissen. Ja. Um, maar heel lang hebben we gedacht, dat is dus ook, en daar komt dat woord alcoholist weer, dat is alleen maar een probleem van de alcoholisten. Precies. Maar um, ze zijn er nu achter dat decennia lang matig gebruik. Dus die glaasjes. Ja, twee glaasjes per dag. Nou, of zelfs één glas yeah. per dag. Zelfs misschien vier dagen een glas. Het is niet, natuurlijk niet helemaal hard te maken, nee. want het ligt heel erg aan met wat voor mensen heb je te maken? Hoe is hun levensstijl? Zijn ze genetisch belast? Tuurlijk. Ja. Iedereen roept, ja, maar ik heb een oom die is 90, die drinkt iedere dag. Ja. Weet je, die, die mensen zijn, ja, die er die ja. zijn er ook. Die rokers zijn er ook. Dat klopt, die zijn er inderdaad. Maar laten we zeggen, bij het gros van de mensen... heeft het een destructieve invloed. Ook ja. dat matige gebruik wat je decennia lang doorzet. Ja. Maar dat uitzicht pas, boven de 50, 55, dan krijg je al die toestanden. Dus als mensen zich afvragen van, ja, maar... Is er dan iets mis met mijn gebruik? Dan zeg ik: nou, probeer eens twee dingen je af te vragen. Allereerst: hoe is het idee om het drie weken niet te doen? Ja, maar dat. Het... En dan zie ik al ja. de angst in de ogen. Precies. Ja, ja maar ik heb volgende week een etentje. Ja. Ik heb volgende week dit en dat. Precies. En zeg ik: oké, okay, ik zeg: zou het? En het moet natuurlijk, ik ben niet zo hmm. genuanceerd, maar ik heb dat wel een beetje geleerd van dat ik zeg: het feit dat je het zenuwachtig, dat je er zenuwachtig van wordt, is misschien interessant om eens over na te denken. Dat het dus een veel grotere rol speelt dan dat ja. je denkt. Ik zeg, en zie het ook als een experiment. Niet dat je nooit meer mag. Ik moet mensen heel erg sussen, want het, het is alsof hun teddybeer van hun schoot af wordt gehaald. Ik noem het ook altijd de teddybeer. Roken is eigenlijk de speen en de, 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 de wijn of de alcohol yeah. is de teddybeer. En dan zeg ik, kijk eens of het je qua gezondheid iets oplevert. Ik geef wel eens bijscholingen aan huisartsen. Die hebben allemaal te kampen met iedere dag mensen met slaapproblemen. Ja. Dan zeg ik, zeg eens tegen ze, drink eens drie weken niet. U hoeft niet voor altijd te stoppen, mevrouw Jansen. Maar doe het dus drie weken niet. Bij zeker 80% van die mensen lossen de slaapproblemen op. Ja, nou, is algemeen bekend. Hè? Met alcohol ja. slaap je minder goed of korter. Ja. Maar mensen denken ja, maar dat ene glaasje heeft niet zoveel impact. En dat is het interessante aan een experiment om het eens een paar weken ja. niet te doen. Om te kijken, heeft het, maakt het verschil? Ja. Nou goed, en dat gaat echt over je gezondheid. En dat is natuurlijk super interessant. Maar ook gewoon een stukje bewustzijn over alcohol, is gewoon. En dat klinkt allemaal weer zo overdreven als ik dat zelf zeg. Ik vind het zelf zelfs. Maar eigenlijk is alcohol gewoon harddrugs. Nee, dat is het. Want het is heel simpel. Dan zeggen mensen ook tegen mij: ja, maar jij met je overdreven gedoe. En ja. Dat had je al toen je dronk en nu ben je weer overdreven de andere kant op. <laughs> dat is ook zo. Maar dat maakt niet uit. Het punt is wel: als alcohol nu niet zou bestaan en het wordt nu uitgevonden, ja. komt het geen keuring door. Nee, ja, Dan dat... kun je het alleen maar scoren op straat. Ja. En, en dat, dat is dat voor zit, mensen ja. heel heftig. Ja, dat zegt wel wat, hè? Ja. ja. dat heb ik precies. Dat heb ik ook gelezen. Dat als nu de waardewet zou het nooit meer goedkeuren. Nee. Nee, maar het bestaat natuurlijk al en er wordt zelf geld aan verdiend. Ja. En het wordt inderdaad vergeromantiseerd, zeg maar ja. in reclames, in dingen, ja. hele stranden, feesten, romantiek en Tuurlijk. James Bond noemt het al. Ja. Dat, dat hangt eromheen. Ja. Maar hoe ging het bij jou, Jacqueline? Want Jij bent niet echt, ik zie jou niet als iemand die in een park zat met een fles en uh, zo. Zelfs nee, op dag. Nee, maar dat. Nee. nee, ik was eigenlijk een alles-of-niets drinker. En ik heb het ook altijd heel lang zo ge goed gepraat voor mezelf. Ik weet nog wel, serieus, mijn eerste slokje alcohol. Toen was ik 14. Ik ging naar een schoolfeestje. Ik liep met mijn beste vriendinnetje en we hadden een blikje bier uit de koelkast van haar ouders ja. gepikt. En we lopen over straat. Ik weet nog waar exact en dat slokje en dat het door me natuurlijk door me heen gleed en ja. dat er toch iets in mijn brein gebeurde die al zei oh maar dat is best leuk <laughs> ik was niet meteen dat hebben sommige mensen natuurlijk wel meteen eraan ja. en ik moet meer dat ja. had ik niet maar ik weet nog de sensatie dat ik het voelde uh, nou ja mijn tienertijd verliep normaal in die zin ik dronk zoals iedereen in het weekend dan twee pasoa en dan was je heel lam voor je ja. gevoel dat sloeg natuurlijk nergens op maar uh, het ging wel vanaf mijn 18e, 19e voor me aannemen. Ook, ook in die studententijd. Maar ik, was altijd te vooraan, ik stond vooraan. Ik stond aan de bar. Ik moest altijd meer. Maar ik omringde me ook. En dat herkennen veel drinkers ongetwijfeld. Met mensen die dat ook deden. Dus er was niemand in mijn omgeving die zei: Gosh, Jacques, is het niet een beetje veel? Ja. Ik zei het tegen andere mensen ook niet. Maar ik ging niet met mensen om die het niet deden. Ja. Nou, daar kom je dan nog heel lang mee weg. Mijn jaren 20, mijn jaren 30. Maar het uh, is ook eigenlijk, hè, ik val je nu even in de mm. reden, maar als je nou jong bent, en er zijn heel veel mensen jong, maar inderdaad uh, 17, 18, 19, 20, nou dat soort leeftijden, en je drie niet, dat is toch best gek de feesten uitgaan, Ja, dat is ondenkbaar. Ja, dan sta je daar met een kogeltje. ja, ja. En ook als je dan ook nog geen drugs gebruikt, Nou, is het uh... Ik weet nog wel heel goed, ik ken haar nu nog heel goed. Ik had uh, een meisje in de klas die deed uh, aan hardlopen, echt NK's en zo, ja. en die kwam dan wel naar onze disco in het weekend, maar die dronk dan niet. En ik zie haar nog zo helemaal de picture of health staan en dat ik dat toch. <tied> Heel wonderlijk vond. En die had het leuk en die danste en die deed mee en zo, maar die dronk dan twee colaatjes. Dat ja. vond ik toch heel gek. Ja, dan val je er toch buiten. Ja. ja. Maar ja, ze was wel altijd heel fris en, uh, en benen tot aan het plafond. En ik dacht, wauw, weet je, dat is ja. echt. Ja. ja, maar ik kan me wel voorstellen voor jonge mensen, zeker in deze tijd, wordt het alleen maar gekker en extremer. Ja. Is als je nou geen drugs en geen alcohol, dan val je er gewoon buiten. Ja, terwijl er ook, en dat hoor jij vast ook wel eens, ook een, een groep komt. Wiens ouders, dus ja, een beetje mijn een beetje onze generatie, als ik het zo kan groeperen, die, die hebben ze zien drinken en daar ja. hebben ze dan zelf geen zin in. Dat gezuip van jullie op die vrijdagavond, weet je wel. Ja, zeker, dus die beweging komt er ook ja. wel. Ja. Ook doordat er veel alcoholvrij is, de maatschappij verandert daarin wel. Toen ik stopte, was er nog helemaal geen alcoholvrij nee. iets. Nee. Water is ook vrij alcoholvrij. Is ook best ja. alcoholvrij. Ja. Maar goed, bij jou ging ja. het in jouw tienerjaren je ging... De, de, ik ging door. En eigenlijk heb ik dat studentengedrag heb ik gewoon doorgezet. En de mensen om mij heen deden dat ook. Hoe Als, hoeveel, hoeveel dronk je dan? Ik dronk een drie avond. keer in de week, denk ik. Drie, misschien vier keer. En dat was dan een keer thuis. Een keer met eten met vrienden. En een keer in het café. Ja. En dat kan net iets anders zijn geweest. Maar dan starten was doorgaan. Dus dat zal tussen de acht en. 14, 15 glazen. Ik weet dat weet Op een ik. avond. Ja, ja. ja. dat is echt al fors. Ja, en daar was een hele forse kater aan vast. Ja. En ik ging ook in de laatste <laughs> vijf jaar dat ik nog dronk, was ik ook van als er dan oppas kon worden geregeld. Nou ja, mijn dochter was vier toen ik stopte. Maar dan zei ik alle afspraken af die dag daarna. Weet je wel, want ik wist. Ja. Dan ben je naar de kloten? Ja, ah. dus de, de, ja. En dat, maar dat drinken was belangrijker dan alles. En dat ja. is natuurlijk wel een teken dat je echt. Nou ja, dat word ja. ik je ook al een beetje zeggen. Het is toch een ontzettende houvast voor mensen om te ontspannen, om ja. wat dan ook, of ja. plezier te hebben. Ja. Wat gewoon toch gek is eigenlijk. Het is. Gek dat het normaal is. Nou ja, kijk, en ik denk dat je doe dit herken je als geen ander. Drank is op zo'n moment belangrijker dan alles. Ja. En toen mijn dochter, denk ik, twee was of drie was... dan spraken wij af met vrienden die ook kinderen hadden van die leeftijd. Nou, en dan kwam er een iPad en dan werd er wat patat naar die bank gegooid. <laughs> en jongens, prima, ja. hè? En, ja. uh, oh, doe maar lekker, hoor, alles is goed. Zolang wij hier maar kunnen zitten drinken. Ja. En het was natuurlijk gezellig, lachen, Ja, maar grappen. drank is dan op dat moment ja. het allerbelangrijkste. Ja, er moet wel drank bij zijn. En nou, dat is jaren zo doorgegaan. En ook dus uh, toen ik mijn eerste boek schreef in 28 dagen van Gifbel naar tempel over voeding, dat gaat over een maand heel anders eten ja, dan de rest van het jaar. dat is een heel bekend boek. Heel bekend een boek, mooi boek, bestseller. <laughs> ja, ja. Dat is super goed gedaan. En toen was je dus al heel bezig met gezondheid, ja. gezonde voeding en ja. dat soort dingen. Maar ik praatte dat dus goed, hè? Want Terwijl ja, je ook dronk. Ja, want ik had ja. goed. En ik deed alles goed. Maar ja, ik riep ook altijd als grap zonder retox, geen detox. Dus dan <laughs> zei ik ook: ja, maar kijk, iedereen heeft zijn pleasure. En voor sommige mensen is dat chocola. Voor yeah. mij is dat alcohol. En ik maakte er ook een soort Frans verhaal van. Hè? Wat je jezelf allemaal wijs maakt. Van ja, maar het is heel burgondisch op vrijdagavond. Yeah. Maar ik weet nog dat ik op vrijdagavond soms in een café zat. Nou, en dat was een café waar iedereen gewoon. Nou, nog net niet met de toiletrol uit zijn broek hangend uh, <laughs> kwam en niemand die het door had. Vreselijk. Maar iedereen gewoon helemaal droog. Klaplam. Ja. Ja, ja, maar dat had niemand in de gaten, want iedereen was dat. Ja. Maar dat ik daar hele oraties zat te houden of over bleekcelderijs sap terwijl ik sigaret verkeerd om aanstak en nog een witte wijn <laughs> en over mijn voeten struikelde, nou, echt, het ja. moet eruit hebben gezien, vreselijk. Maar je had het, het klinkt ook wel alsof je het zelf ook niet door had, zeg maar. Van... Nee, ik praat het gewoon goed, ja. Van het is toch drie keer in de week ja. en ik ben toch geen alcoholist. En ja, wat maakt het uit? Nee, maar goed, als je, want jij dronk niet elke dag. En je nee. niet, begon niet ochtends. Nee, maar het was had... of of. Dus hè? Want als ik iedere dag had gedronken, dan was ik eraan om doorgegaan. Ja. Omdat het altijd, ik zag ook niet nu nog steeds iets: het plezier van twee of drie glazen. Nee. Het was of helemaal, of ja. helemaal niet. Nou, dat is wel echt het verschil, natuurlijk, met ook wel veel mensen. Die dat ook weer wel hebben, die dan toch wel twee glazen. En dan is het even lekker en dan is het ook wel klaar. Maar dat, dus die ren ja. was er niet. Ja, maar daar ga ik toch meteen op inhaken. Want ja. zo zorg je ook voor de verwarring bij mensen. Want die horen mijn verhaal en die denken: ja, ja maar dat doe ik niet. Ik drink er geen 15. Nee, nee. Die van Lies houdt wat een alcoholist belachelijk. En ik drink er maar twee of drie. Maar ik bedoel, het is heel simpel. Binnen de verslavingszorg is er geen harde grens van dan ben je een alcoholist en dan, dan nee. ben je het niet. Het is craving, controleverlies en importantie. En als jij hoog scoort op die drie dingen, ja, dan is er een zeer ernstige afhankelijkheid ja. tot en met een verslaving. En ook dat is weer een grijs gebied. Natuurlijk snappen we allemaal kan dat. als je die drie je... nog even uitleggen, want ik vind ze wel interessant. Craving, verlangen, trek, zucht, drang. Ja, ik heb nou, er zin in. Ja. ja, ik kon op de fiets zitten bij een café aankomen. En als ik dan toen met mijn toenmalige man stond en hij haalde het in zijn hoofd om buiten nog te gaan praten met iemand dat ik dacht. Kom op, eerst wat drinken en dan, en dan hebben we pas rust. Ja. Het was echt en zoeken ja. naar de ober of als je ergens ja, was die wanneer rust ook daarin. Dus ja, je, het moet, uh, ja je, deel, Verlangen. je moet nu echt wel iets hebben. Ja, ja. dat is ja. de eerste. De ja. tweede is controleverlies. Mensen denken altijd. Ja, maar dat heb ik niet. En dan zeg ik, ja, maar het zit hem al in dat je zegt... ik ga echt niet drinken deze week. Ja. En dat het toch weer gebeurt. Ja. Dat je zegt, we gaan vanavond naar het feestje. Ik neem er echt maar twee, hoor. Help me, Henk, dat ik ja. stop na twee. En dat je er toch drie neemt. Ja. Dus dat alcohol elk keer elke ja. keer wint. Elke keer wint. En dat zit hem ook al in kleine hoeveelheden. Of dat je dus regels moet maken. Wij drinken alleen in het weekend. Ja. Hele volkstammen doen dat. Ja. Het feit dat je ja. al moet managen... betekent dat alcohol jou al heeft gepakt. Importantie is de derde, dus craving, control, Importantie is hoe belangrijk is alcohol voor je. Dus komt er een gelegenheid, heb je een huwelijk, komt je schoonmoeder eten, uh, ga je uit eten, whatever dit is, is het vijf uur. Komt er dan acuten? Ja, maar daar hoort dat bij. Ja. Ho hoe belangrijk is de plek ervan? Nou ja, dat ik vind wel dat je het heel mooi uitlegde, Jacqueline. En uh, dat is ook wel zo. Zoals ik het altijd ook uitleg aan mensen, is het ook wel. Eigenlijk zou je het heel simpel kunnen zeggen: dat als je het weghaalt, dan gebeurt er helemaal niks in jou. Dus als het er ja. wel of niet is, heeft het geen enkele importantie, ja. belangrijkheid. Als het er gewoon, hè, dat kan ook met drugs zijn of wat dan ook, dat je zegt, nou, we gaan met dat feest in het festival. Maar als het er gewoon, ja als er daar cola is en er is geen pilletje of geen dingetje of niks, ja. dan heb ik het net zoveel plezier. Ja. Nou, dat is natuurlijk vaak niet zo, want het gaat hand in hand. Maar ja, ja. dat zien mensen dus. Mensen hebben toch het idee. Wat jij zegt, ik ben geen alcoholist, ik ben geen junkie, want ja. dat is iemand die bij het leger dus zit ja. of in het park dronken zit. Bartal uitslaat, ja. wat wij ook wel hebben gedaan. Ja, ja maar ook het ja. woord alcoholist is natuurlijk. In, ja. geeft natuurlijk mensen ook het gevoel: ik heb gefaald. Ik kan er niet goed mee omgaan. Het is een soort falen, het is mislukt. Ik hoor als normaal mens normaal met een harddruk om te gaan. Wat de beeld is. Ja. En waarom is dat de beeld? Omdat, omdat alcohol een harddruk is. Dus je kunt ook niet tegen... Bedoel, als je muizen of ratten aan kook of alcohol of heroïne zit... raken ze verslaafd. Ja. Want dat is de nature of the beast. Dat is de natuur van het middel wat voor je neus staat. Ja. Maar we willen dat zo graag niet geloven over alcohol... Dus dat, ja, dat ben ik dus niet, want ik ben niet een slaaf van... Natuurlijk wil je dat niet zijn. nee Ja, het is mooi dat je het vergelijkt. Ik, inderdaad, ook met die muizen- en ratten-experimenten. Ja. Dat is natuurlijk precies hetzelfde. ja Dus je bent ja. niet zwak als je verslaafd raakt aan alcohol. Kijk, als jij zegt, oh, ik ben zo verslaafd aan sigaretten... Ja. dan vindt niemand je een nee Oh, dat snap ik, wat erg. Oh, nou, stop er ja, lekker mee. Kerk, ja, maar er zit geen... Stigma op, dat is dan, ja, dat kennen we wel en het is ook verslavend, maar het is toch iets anders. Maar, ja, maar alcohol, we nemen ja. sigaretten serieus. Ja. Die zijn verslavend. Dus ja. dat je daar verslaafd aan raakt, dat begrijpen we. Dat ja. vinden we oké. Okay. En ik zag wel, het was de, precies deze week. Ze zijn dus bezig in een aantal landen. Om dus net zoals op sigaretten, even dat bruggetje, omdat je het over sigaretten hebt. Op een verpakking te zeggen van. hé, hey, dit is gevaarlijk voor je gezondheid. Mm -hmm. Nou, de weerstand die dat opwekt, ook in Italië is natuurlijk ook een ja. land waar ze nog wel van drankje houden. Het ja. zit helemaal in die cultuur. In heel veel landen zit het in de cultuur eigenlijk ook. Hè? Dat, dat zit er gewoon ingebakken. Ja. Nou, het was een aanval op Italië en dat ja. durven ze wel. Terwijl. Ja, dus dat is dat, dat, dan druk je gelijk op al die knoppen eigenlijk. Ja, die romantiek. Ja. Het Franse gebeuren natuurlijk ja, ook. Ja, Frans Frankrijk, ja. Ja, 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 of andere landen. Niet te vergeten dat Frankrijk uh, bijna een miljoen uh, levergevallen in het ziekenhuis heeft, uh, ja. ieder jaar. Ja, maar dat heeft daar niks mee te maken. Nee, 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 nee. 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 <laughs> nee. En, en um, wanneer werd het nou bij jou ja, een probleem? Of dat je dacht, of dat mensen wat tegen je gezicht. Je had een dochter of had je toen nog geen dochter? Mensen zeiden niks. Mijn ouders ook niet. Niemand zei wat uh, waarom dat niet zo was. Ik denk primair omdat ik me vooral omri bleef omringen. Ook Ik ben gestopt toen ik 41 was, maar ook in mijn latere jaren 30 mm. door mensen die ook dronken. Uh, toen ik zwanger was, was het geen enkel probleem om me te laten staan. Tijdens mijn borstvoeding ook niet. Du moment die borstvoeding voorbij was, was ja. ik denk een van de eerste dingen waar ik aan dacht, is wanneer ga ik naar het café? En was ik ook hoogst geïrriteerd dat ik maar vier glazen kon drinken en toen al echt uh, lam was. Ik denk, oh, ik moet toch wel snel weer aan mijn tolerantie werken. Als ik het nu vertel, denk ik, het is natuurlijk volslagen. Ja, de heel conditiewerk, ja. ja. Ja, gewoon weer even, weer even bijdenken, letterlijk. Um, ik vind het nog steeds te absurd voor woorden... dat de vader van mijn dochter, mijn ex ja. en ik samen aan tafel zaten... terwijl zij sliep, een jaar oud... en wij aan tafel zaten en drie flessen wijn opdronken... en geen seconde dachten dit is niet normaal. En wat is, als er wat gebeurt? Precies. Ja, je bent gewoon niet toerekeningsvatbaar, je kan niet rijden. slagen absurd. Ja. De, het kwam niet in ons op, want dat was om alles te vieren. Dus als ik terugkijk, was er dus ook een, ja, een universele interventie nodig voor ons. Uh, hij kreeg een infarct op 1 juli 2016. Ja. Um, belandde natuurlijk in het ziekenhuis, is direct gedotterd, heeft daarna geen schade aan het ja. hart gehad. Wij gingen Drie weken daarna, of, uh, de cardioloog wijte dat aan roken. Hij was ja. een forse roker vanaf zijn dertiende. Uh, van dat is de reden waarom hij het gekregen heeft. Het kwam niet in mij op dat er een link was met alcohol. Bij hem ook niet. Niemand had het erover. Heel bizar. Nee. Werd ja. niet naar gevraagd. <tie> drie weken daarna zijn wij samen naar Terschelling gegaan. Drie dagen op vakantie. Um, batterij medicatie mee. Dumelman, wij daar aankwamen. Zagen wij een strandtent. Het was één uur s middags. Een lekker flesje joh. Ja. Gaat er wel in. Nou, je snapt hem. Drie dagen lang, ochtends op het elektrische fietsje, want zijn conditie was nog niet zo best. Een beetje het eiland over en denken, ja. uh, kunnen we ja. al zitten? Ja. Drie middagen, op dag vier stond hij huilend naast het bed, ochtends vroeg. Hij zei, Jacqueline, ik denk dat ik dood ga. Dus ik kijk maar aan, ik denk, wat is er aan de hand? Nou, zijn lijf, zijn lever, zijn ja. systeem, kon die drank helemaal niet aan. Hij zegt, ik moet een huisarts, ik moet een huisarts. Nou, wij zijn er naartoe gegaan en ik was in shock. Nu, als ik nu nog terugkijk, was ik in shock en nooit bij stilgestaan dat dat met de relatie in die alcohol was toen die ja. ochtend ja, toen die ochtend en hij zei: want hij zei ook ik doe, Waarom hebben we dit? Waarom heb ik dit? Had eigenlijk over zichzelf ook? Waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik hier niet? Ik doe dit nooit meer. Ik doe dit no Maar Hij was had echt doodsangst. Zijn ja. lijf voelde zo slecht. Ja, als je gedotterd bent net en een hartinfarct, F je gaat daarna so weer drinken. Debiel. Ja, maar de wil ze ook iets zeggen over. Hoe daar dus gewoon helemaal niet over na wordt gedacht door bijna iedereen. Nee, maar wij hebben dit nodig gehad. Zo'n ja. shock in ja. het systeem. En we zaten bij die huisarts uh, en hij zat aan de noppen. Uh, klaar om te denken: moeten we met de helikopter naar Groningen of weet ik het? Ja. En ik zat op een krukje in een hoek. En die huisarts, ja, echt, ik zie me nog zitten. En die ja. huisarts zei: Wat hebben jullie gedaan? Ik zeg: Ik maak er nog een grap van. Ik zeg: We hebben in een bad met Sophie en Blanc gelegen. Du moment dat ik het zei, voelde ja. ik alsof, er een, alsof de hemel openging... en dacht ik, nu is het klaar. Nu is het klaar. Met wat ik nu zie hier, het ja. is afgelopen. Ik dacht niet, ik ga nooit meer drinken. Maar ik dacht wel voorlopig... dit kan echt niet meer. Ja. Dus dat was, nou goed, zo moeten bij iedereen toch gaan. Ik bedoel, ja. anders ga je gewoon door. Zo, zo simpel is het. Godzijdank ja. is dit ja. gebeurd. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Dit is het grootste cadeau wat er gebeurd is. En toen ben je gestopt? Of, of ja. je ex-man is het dan. we mm. ja, zijn er alle twee gestopt. Hij ja. is natuurlijk hij is gestopt. Hij is mm. in met haar tijd, we zijn natuurlijk nu zes en half jaar verder, ja. wel eens weer beetjes gaan drinken. Ja. Maar hij kon dat. Twee biertjes. Ik vond het in het begin heel moeilijk. Ik ging daar ook als een havik bovenop zitten. Neem je er nog één? En ik zag ook wel dat het er weer insloopt. Ja. Ik weet nu, mm. ik heb ook veel mensen begeleid, veel meegemaakt in die 6,5 jaar. Het is, heeft geen enkele zin om tegen wie dan ook wat te zeggen. Het ja, moet. Het is, ja, het is ja. heel zwart-wit. Ja, ja. Maar het moet echt je Uit. eigen moment dat ja. je zegt: het, het, ik wil echt niet meer. Ja. Zo is het. Dat weet jij ook. Ja, ik weet het alles van. Ja, de trek aan duur: de iemand die en die hele wedstrijd van je moet het niet doen en dat soort gaan verkopen aan iemand die boodschap heeft helemaal geen zin. Je moet die ervaring hebben. En helaas is dat niet een leuke ervaring. Maar ja. er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die er gewoon nooit achter komen, maar wel allemaal lichamelijke klachten krijgen. Ja. Maar die linken ook helemaal niet leggen. Daaraan. Nee. En zeker inderdaad, kijk, als je 20 en 30 bent, kan je wel een stootje hebben. Ja. He, dus de, dan, ja. hoewel je natuurlijk ook wel vaker hoort, ik hoor het nu wel iets minder, maar je hebt natuurlijk heel veel jongeren met dat coma-suipen. Die dan oh ja. inderdaad 14, 15, 16 zijn. Nou, ja. die zijn nog klein van stuk, dat brein is niet ontwikkeld en heel veel alcohol. En die gaan gewoon oud. Maar goed, en, ik zeg ook wel eens: uh, tegen ja? ze, om daarop uh, aan te sluiten, ik zeg, besef je dat dat overgeven komt omdat je lijf anders doodgaat? Het geeft over. Ja. Nee, mensen schrikken daarvan, De jongeren schrikken daar ook ja. van. Nee, maar dat is gewoon omdat je misselijk bent. Nee, ik zeg hier: Luif zegt, eruit, eruit, eruit. Ja. Want anders ga ik dood. Ik ja. kan deze gifstroom niet aan. Dat is toch wel, wel heftig als je het zo zegt. Het is heel heftig, he? maar ja. dat is heel heftig omdat we in die romantiek leven: ja. van alcohol. Ah, lachen, zuipen, leuken. Ja. We zien het onze ouders doen. Ze schenken het bij wijze van spreken nog voor ons in. Ja, het is eigenlijk gewoon. Heel, als je het zo zegt, is het wel heel bizar hoe het gewoon. Maar eigenlijk is van, en van de week wordt. dacht ik ook nog. Um, in de jaren 50 en zeker voor ons voelt dat helemaal niet als heel erg lang geleden. Werden sigaretten gewoon aangeraden? Ja, Zag goed. je reclames van zwangere vrouwen? Van dit is de juiste sigaret voor als je zwanger bent. Ah, ah, dit is de ja. dokter rookt Camel. Ja. Is niet zo heel nee, lang geleden. Is niet zo heel lang geleden. Nee. Ja? Dus ik hoop dat we over een aantal decennia Zeker. terugkijken op de debiliteit ja. van die romantisering. Ja. ja, maar wij zijn met deze podcast. Nee, wil iedereen zijn plezier weg, Jacqueline? Hoe moet dat nou? Want het is allemaal niet meer leuk. We mogen niks meer geven. Ja, geen... maar het, is natuurlijk, het verhaal is natuurlijk veel groter. En daar kunnen we drie dagen over praten. En dat vind ik het interessantste. Mm. We gaan drinken. Of ik zie het altijd zo. Weet je, als je kind bent en je bent boos, dan ben je boos, laat je het zien. Gooi het eruit en je gaat weer door met ja. je leven. Je bent verdrietig, heel hard huilen en terwijl de tranen nog opdrogen, ga je de volgende playmobil toren bouwen. Ergens in je tienertijd leer je om sociaal geaccepteerd te zijn, om relaties aan te kunnen gaan als het vriendschappen, andere relaties, whatever. Moet je je emoties onder controle houden, moet je leuk doen, moet je gezellig doen, moet je meedoen. Ja. En alcohol is een fantastisch middel om jouw hele eigenheid Jouw uh, emoties, jouw gevoeligheid, jouw, wat jouw eigen blauwdruk ook is, te dempen. En om jezelf dus goed te kunnen manifesteren. Ja. Dat is de kern van het verhaal. Dus als we, en ik weet dat dit heel idealistisch groots is, maar als we die kern gaan bekijken, dan denk ik, dan hoop ik, dat we verdovende middelen in ons leven minder nodig gaan hebben. Ik zeg ook vaak tegen mensen, want dan zeggen ze: Ja, maar ik heb altijd gedronken. Ik zeg, er is een tijd geweest dat jij nooit dacht toen je tien was om vijf uur s middags dit zou pas echt leuk zijn als ik een paar wijntjes kon tikken. Ja, ja, dat is heel mooi. Het, het is natuurlijk heel ja. een mm. heel groot iets hè, wat ja. ik nu noem. Maar wat dat is ook wat ik hoorde jou eerder zeggen over legaliseren of niet. Ja. Laten we eens naar de kern kijken. Waarom willen we als mensheid ja. zo graag verdoven? Nou ja, maar dat is het ook, weet je. En dat is eigenlijk, zoals ik het zie, echt ook een spiritueel ding natuurlijk. Want, Tuurlijk. Ja, dat is ja. weet je, de wereld is ingewikkeld. De mensen zijn niet zichzelf. zijn onze innerlijke natuur vergeten wat het ja. eigenlijk is en wie we eigenlijk zijn. Ja. ja. En dan wordt het heel lastig. Geschipperen. Dan moet je gewoon dingen doen om inderdaad te verdoven, ermee om te gaan. Spanning en stress. Jij zei ook zo mooi. van Weet je, in, in families. Als ik terugdenk ja. naar ons. Waar, ik kom uit een, een gezin met ongelooflijk veel stress. Een heel zwaar uh, gehandicapte broer. Twee laten miskramen. Boven mij was alleen maar ellende. Er was, ik had een a, absurd dominante gestreste vader. Er was altijd paniek, er was altijd een mijnenveld. Half op vrijdagmiddag. Want dan dronk hij een paar biertjes. Het was niet veel, ja, maar, dat was de maar er was dus rust in. Ja, huis. Ja, maar ja, dat voor veel mensen. En is ik heb dat, dat zo. gevoeld. Ja. De leverworst kwam ja. op tafel. Ja. Hè? Ja. Uh, het gla glas met sigaretten. Uh, ja. En ik heb dat gezien als kind. Ja. En Gezelligheid, ontspanning, ja. verbinding, geen ja. stress. Ja. Dus, ja, ja, dat dus logisch ja. dat ik dat ook ging doen. Ja. Ja, en dat moment, vanaf dat moment ben je gewoon gestopt. Maar kon je dan in één keer stoppen of hoe werkt het dan? Ja, of? ik had, uh, uh, ik dacht natuurlijk, dat ging wel in mijn hoofd rond: van moet ik nu naar de huisarts? Ga ik naar een kliniek hulp zoeken, Ja. Had ik achteraf echt moeten doen. Was goed voor me geweest. Ja. Maar uh, ja, dit is ook weer uit mijn gezin van herkomst: uh, uh, doorbijten en zelf doen en hulp, dat doen we niet aan. Dus ik heb me verbeten en veel gehuild en uh, als een obsessie uh, gaan zoeken naar boeken, naar herkenbare verhalen. Ja. Maar er was nog niet zoveel. Uh, er was ook niet zoveel voor de, zoals ik mezelf ook zag, de grijze gebied drinker. Ja, ja en, niet de keihard alcoholist nee, nee, als jij opstaat en niet kunt functioneren zonder meteen de wodka open te trekken ja, dan, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan is, ook, dan is ja. er ook geen andere route dan een kliniek. Dat nee. is natuurlijk logisch, maar voor mij was het... Het was ook het sociale verhaal. Ik, ik voelde me onbestemd op vrijdagmiddag. En ik dacht, ik verbijt me, ik verbijt me, ik verduid me. Maar ik heb geen lotgenoten gezocht. Ja. Maar goed, ik denk ook, en dat vind ik ook wel, de meeste mensen vallen natuurlijk toch in jouw categorieën. Dus ook die herkenning ja. van ja. ja, de gewone mensen die gewoon werken en uh, succesvol ja. allemaal dingen doen. Ja. En, en, uh, maar daar zijn er heel veel van. En toch kunnen ze niet zonder dat dat middel of die. Nee, maar ik vond het ook chockerend na een maand of vier dat ik in de supermarkt liep en me ineens heel boos voelde. Ik denk, dit heb ik nooit gevoeld. En ik denk: "Oh, wat hoop ik dat er iemand om de hoek komt en een pot dopert op mijn voet laat vallen zodat ik heerlijk uit kan vallen." Thuis ru ruzie zoeken, ja. heel confronterend. Ik denk ik heb van alles weggezopen. Ja. decennia lang, Echt. Ja. Dus het is de afgelopen 6,5 jaar is de grootste spirituele persoonlijke ontwikkeling geweest. Nou, ja. Dan alles eigenlijk heeft alles stilgestaan van mijn 18e of 15e, 16e, 18e. Tot mijn 41e. Ja, door stellen. te verdoven toch met alcohol. Alles verdoven. Ja. ja. En die, ik vind het wel apart dat je zegt, ik heb geen hulp gezocht. Maar je bent wel boeken gaan lezen, maar geen mensen, geen AA, 12 nee. stappen en zo. Omdat ik vond, volslagen onterecht, ja. ik vond, daar hoor ik niet. Dat is voor de echte alcoholist. Ja. Daar ben ik natuurlijk nu van teruggekomen. Omdat ik denk, nee, ik, ik had mezelf dat moeten gunnen. Ja. Dan had ik mezelf maar hulp gegeven. Ja. En nu schrijf je zelf boeken over ontwijnen, heb je geschreven. En wat wil je drinken? Laatste boeken. Nog ja, een boek. En de geest ik. uit de fles. Ja, om, ja, maar omdat ik. Ik heb altijd in mijn leven. Dat was natuurlijk met dat. Van gifbeld naar tempel ook. Ik was toen heel erg bezig met voeding. Dus ik wilde dat naar buiten gooien. Ja. Toen stopte ik met alcohol. En toen dacht ik na een jaar. Ik wil iets maken voor mensen zoals ik. Die gewoon te stom zijn om geen hulp te zoeken. Ik zeg het maar even zo. <laughs> Doe het wel, lieve mensen. Maar die. Ja. Die bijvoorbeeld. Denken, ik ben toe aan een eerste stapje. Ik vind de stap naar een kliniek of yeah. AA is met die brug is me te groot. Helaas is dat voor veel mensen zo. Dus ik is maak iets yeah. online. Alleen maar vanuit mijn eigen ervaring. Om te zeggen, we maken een forum, we praten met elkaar. Eigenlijk zijn het een soort online meetings. Yeah. Ik vertel over oh. wat ik zelf heb meegemaakt. Al die rare vragen. Wat moet ik dan drinken? Hoe moet ik naar feestjes? Al die dingen. Daar yeah. nou, kan jij wat over zeggen. Ja, ja. en dan denk ik. Ik ben inderdaad geen GGZ-psycholoog, geen familiecounselor, dingen Maar kan je wel helpen bij in die eerste maanden even, ja. even opdrogen? Ja, opdrogen. Maar het is, toch, ja, het is toch super ja, mooi dat je dat doet. En ik denk juist dat het ook heel belangrijk is omdat heel veel mensen inderdaad... Nou ja, het is al heel moeilijk om iemand met de verslaving aan te krijgen... die een keiharde verslaving Precies. heeft. Precies. Want die zegt die, ook, ik ben niet verslaafd. Ja, of ik heb er geen zin in, ik ga het niet doen. En ja. ik zoek het allemaal uit. Ja. Dus voor die, voordat die zover is... en ik heb het ook echt over mezelf, heeft lang geduurd. Ja. ja. Um, maar dan... Inderdaad, de gewone, succesvol werkende mensen. De ja. meeste, meeste mensen met een verslaving zijn gewone mensen met een huis, een auto, kinderen en een baan. Ja. En, uh, ja, maar die ja. hebben dat ook helemaal niet door. En worden ook wel boos als je tegen ze gaat zeggen. Ja, en ik merk dat bij vrouwen, ik trek dan heel erg vrouwen aan, maar ja. dat komt omdat ze zich dan in mij denk ik heel erg herkennen. Uh, vrouwen zijn ook als de dood voor hun omgeving. Want stoppen met drinken kan ik niet maken naar mijn vriendinnen. Mannen ja. lijken daar wat minder last van te hebben. Die denken: joh, als ik stop, dan stop ik. En als ik in mijn blote buik op de bank wil zitten, dan doe ik dat ook. Ja. Ik chargeer, maar dat ja. is. Maar vrouwen denken: oh ja, maar ja. ook in relaties. Hè? Ik weet niet of jij dat wel tegenkomt, maar dan dat zou ongetwijfeld is alcohol ook vaak een lijmende factor. Zeker weten. Ja. Hoe moet ik het vanavond met hem gaan ja. doen zonder dat ik een fles wijn op heb? Ja, ik zeg ja. het maar even zoals ja. het is. Ja. Het is gewoon in heel veel ja uh, situaties lijm uh, ik heel heb, herkenbaar dit ja. ja ik heb vriendinnen ja. gehad vriendinnen die zeiden ja Jacques als jij niet drinkt ga je niet mee op uh, familieweekend nee. of op meidenweekend of, ja uh, maar dit is toch ja we gaan maar niet meer uit eten ja. met jou maar hoe bizar is dat, dat is gewoon ja. ik moet ook zeggen tijdens deze podcast zit ik er ook meer over na te denken ik weet het natuurlijk wel maar door jou word ik er eigenlijk nog bewuster van hoe gek het eigenlijk is en hoe inderdaad ja. dat verbonden is met gezelligheid. Inderdaad, ik kan me voorstellen heel veel inderdaad vriendinnen of meiden weekenden of dingen zonder drank. Ja, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. Dus daar valt nog een hele. Ja, ik heb ook wel met mijn want mensen zeggen altijd ben je vrienden verloren. En dan lijkt het wel alsof ze hopen dat ik zeg ja, zodat ze zelf kunnen denken. Nou, dan stop ik niet met drinken. <laughs> ja. En dan zeg ik nou ja, de mensen met wie. Het enige wat we hadden was alcohol. Bijvoorbeeld uit ja. dat café wat ik net schetste. Ja, die zie ik niet meer. Nee, maar jij die mis je maar waarschijnlijk de... ook nee, niet. Nee, dat precies. is wel prima. Nee. Maar bijvoorbeeld, mijn beste vriendje en ik, die ken ik 35 jaar. Wij hebben ook jarenlang niks anders gedaan dan drinken, heel hard drinken en dan Barbara Streisand zingen op de grote markt in Haarlem. Ja. <laughs> Weet je wel, vallen met de fiets. Ja. Wij hebben wel moeten zoeken. Ja, omdat nou, wij. Recht, het enige ja. wat we samen deden was drinken. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment. Koffie en thee drinken en een beetje babbelen. Of ja, maar wennen. Nu. Ja. En totdat we een keer. We hebben echt zo'n doorbraak gehad. Totdat we een keer. Samen. S ochtends naar de bioscoop gingen. En daarna zijn we gaan brunchen. Ergens in een hotel of zo. En toen hebben we echt gegierd. Van het lachen, gewoon ouderwets. En toen was het. Goed. Doorbroken. Ja, ja, ja. Van we hoeven dus niet per se lam te worden met ja. elkaar. Maar die vriendschap zit zo diep. dat we dat. Ja. Hm. Maar je moet wennen zeker weten nou ja dat weet ik ook wel toen ik stopte mij was het vooral drugs dan ja. in het begin is gewoon overal niks aan zeg maar niks ja, in de film is het leuk ja maar, maar is natuurlijk ook een beetje hersengebied te maken en maar uh, dopamine. alcohol dopamine en al die hmm. stofjes ja, die gebruik ik gebruik natuurlijk gigantisch veel en alles door elkaar en als je dat die sterke eruit trekt, ja, dan krijg je inderdaad dit. Ja. Niks. Is, uh, film is niet leuk, muziek nee. zijn we zi zi weinig. Dat kost ja. echt tijd. Of het ging juist heel onstabiel ja. van heel veel emoties. Dat huilen ken ik ook wel van ja. jou. En dat je, bah, alles en maar tot helemaal weer niks. En uh, heb ik nog wel eens. Ja. <laughs> ja, dat wisselende. Ja, dat wisselende stijl. Ja, ik blijf he. al junk. Merk ik. Ja, ja. ja, ja. Hoezo merk je dat? Dan? Nou, ik als ik iets leuk vind, dan wordt het een obsessie. Ja sporten, ja. uh, werken, nieuwe projecten. Ja, uh, ja. ja, ja. Je stort je erop. Ja, noem het ja. op. Ja, ja. ja nou nee, ja, goed. Dat, uh, dat herken. Herken je ik. dat? Herken ja. ik ook ja. wel, maar uh, ik ben dan wel te, ik heb te veel te doen om bij één ding helemaal te richten. Ja, maar, <laughs> dus maar de, de neiging ook. herken je misschien. Ja, de neiging, he, ja, om, om, om dingen los te laten. Nou, wat ik bijvoorbeeld heel erg heb is, ik ben niet geduldig. Geduld, oh ja, dat ken ik ook. Ja. Geduld is... Ik weet, ik je wil meteen podcast... een fix. Wil je. Ja, geduld is gewoon verschrikkelijk. Ik, ik wil het allemaal regelen en controleren en er bovenop zitten. En ik ben 12,5 jaar helemaal clean en herstel. Maar ja, die patronen, weet je wel, maar ja, goed, als dat het ergste is, daar, daarmee leren omgaan. Ik maar denk, de patronen bedoel je van, van ik wil iets, dan, dan wil ik het ook meteen. Ja, dan wil ik het. Het moet dan nu gebeuren. Ja. En dat ken ik ook wel met, met uh, dat is natuurlijk ook het verschil. Denken met alcohol drinken. Mensen ik bedoel, als ik, ik heb natuurlijk ook alcohol gedronken, maar ik dronk voor het effect. niet Het ja, maakt niet uit wat, wat het nou, het gaat om de alcohol. Het ja. gaat niet om dat hele goed, nou, wijn had ik niet zoveel mee, maar een heel goed wijntje uit een bepaald land. Ja, dat je nee. echt zo gaat oh, ja, en dan je nee. je mond. En, Nee. Gorgelen. Maar Gras is doen. leeg, wat denk je ervan? Ja, dat denk je. Ja. ja, nee, dat gaat om het effect. Tuurlijk. Maar goed, dus heel veel. Maar ja, dat zag ik in een andere podcast, een heel mooi verhaal. Dat eigenlijk alles wat we doen in ons leven, doe je natuurlijk voor een bepaald gevoel. Ja. Sporten doe je ook omdat het een gevoel geeft. Ja. Alleen is dat wel iets gezonder dan uh, 15 drankjes. Ja. En dat moet je ook niet twee keer per dag doen. Hoe vaak ga jij, Sjak? Uh, nee, ja. De, de. <laughs> 28 keer in de week. Nee, uh, drie keer en nou ik sport en dan nog een keer yoga en zo. Dus ja. vier keer. Um, ja, maar maar ja. dat geeft wel een dopamine high. Ja. Dus ik denk ook wel eens... ik, ik moet dan t, dat zegt de trainer die dag daarna rust houden en dat is moeilijk. Ja. Ik wil eigenlijk nog een keer. Ja, nog een keer. Maar ja. ik vind de gro het grote uh, de grote joy hiervan dat ik kan kiezen ja. en dat ik bewust ben dat ik me verlies. Ja. Want voorheen Nee, wist je... Verloor je ik me gewoon. Ja, en dan was je gewoon weg. Ja, ja en de acceptatie dat, dat me verliezen in dingen... en dat ik altijd mateloos zal blijven... Die, de, de sleutel zit hem in de acceptatie daarvan. Ja. Ik ga niet meer proberen een mateloos... Een, 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 een mens te zijn die maat kan houden. Ja. Het gaat niet gebeuren en het is oké. Okay. Dus je doet alles gewoon vol gas. Ja. 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 Uh, Erik-Jan Harmer zei wel eens tegen mij... alles tussen 0 en 100 begrijp ik niet... En to toen hij dat zei, dacht ik, ja, dat is Dat het. herken je. Ja ja ja. ja, ja, ja. En dat is dan maar zo. Ja, nou ja, goed. Maar dat is wel, of dat heel destructief is en met allerlei giftige middelen... of inderdaad met sport en allerlei werk en andere dingen. En dat is toch veel manageable. Meer, ma hoe zeg je dat? Ja, ja, meer te managen. Ja. ja, meer te managen. Ja, ik merk met sporten wel, dan zit ik heel kritisch naar mezelf te kijken. En denk na nou, en dat nog en dat nog. En dan kan ik gelukkig ja, ja. ook even om mezelf lachen. Van, oké, okay, Jacqueline, even... Even rustig gaan. Ja. ja, en dan ga ik me bewust mijn hoofd omdraaien en wat anders doen en me afleiden en uh, nou, ga ja. maar even een boek lezen. En nou ja, goed, dat, dat Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een soort zelfcontrole en zelfdiscipline. Dat klinkt misschien ook weer heel saai, maar dat geeft wel heel veel rust en hou vast. Ja. En dat is precies wat je met de verslaving compleet kwijtraakt. Ja. Of dat nou drank is, seks, game, ja. ook alles. Uh, je raakt jezelf kwijt ja. en, en alle verdriet en ellende. En, en je heeft jouw dochter. Mee, want ze was nog jong, hè. ze is nu. Ze was vier toen ik stopte. Ik weet dat iets van meegemaakt, denk je? Wat ik heel, en ik heb het pas zelfs met haar besproken ook, en ik had, heb daar dikke tranen bij gehaald. Uh, drie maanden voordat ik stopte, dus voordat het oh. hartinfarct ja. verhaal gebeurde, toen ben ik op 5 mei, <tus> dus eigenlijk een paar maanden voordat ik stopte, was bevrijdingsdag, dus weer hè, in Harlem in het ja. park zitten. En, en toen ben ik uh, gevallen met mijn fiets voor haar ogen. Zij zat achterop bij de vader op de fiets. Ja. Dus heeft ze dagenlang gezegd, wat mama, wat deed je raar? En dat was eigenlijk de eerste keer in haar leven... dat ik geconfronteerd werd door haar met mijn drankgebruik. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ja, wat dan? Wat? Nou, nou, ik heb het wel weggewuifd, maar het, er werd een zaadje geplant. Ja, precies. Pijnlijk, pijnlijk zaadje ja. ook wel. En toen we het er pas over hadden, want ze, zij begint nu, ze is nu 11, ze begint heel veel vragen te stellen over wanneer ben je dan begonnen en hoe ging dat dan en waarom werd het een probleem voor je? Ze vindt het eindeloos fascinerend. En toen zei ze, is er dan ooit iets gebeurd wat ik heb gezien? En toen vertelde ik dat en toen huilde ik ook, want ik ze, ik vind het heel erg dat dat gebeurd is. Ja. Zei ik, ik want ik heb jou dat. Ja, maar ze zegt, ik heb daar helemaal geen herinnering aan. Het is niet erg. Ik zeg, ja, maar dat voelt ja, maar het, wel zo. En het werkt toch door? Ja. Ja, want het is een beetje een open deur. Maar ben jij een andere moeder nu dan toen je dronk? Is dit daar een verschil in? Oh, wat een intense vraag. Ben ik een andere moeder? Nou, ik zou denken, nee. Maar dat is misschien een verslaafde antwoord. Omdat ik vond dat ik dat allemaal prima deed. Ja, maar maar toen je... stelde ik gewoon die drie keer in de week kunnen drinken, eigenlijk boven haar. Ja. Dus ben ik een andere moeder. Ja, ja. Ben je een andere moeder. Dat is het antwoord. Ja. En dan ben je ook een veel aanwezig, want als die drie, die drie keer in de week ben je gewoon, dan ben je er niet. Nee, want die dachten nou ook niet. Nee, dus dat zijn al twee dagen in de week, ja. maar al drie. Ja, dat is vreselijk. Ja. Ik ben zo blij dat ik toen ben gestopt. Want ik heb dagelijks ja. vrouwen. Het mooiste cadeau, wat, wat zeker vrouwen mij kunnen geven, is dat ze me bijvoorbeeld rond moederdag vertellen dat hun kind kinderen aan bed komen met, uh, met, met het dienblad. En dat ze zeggen: mama, we hebben je weer terug. Dat is mooi. Dan ja. denk ik, ja, weet je, dit ja. heeft en dat is om. voor jou natuurlijk. Ja. Het heeft effect op het hele systeem. Maar dat is, dat is het ja. gewoon. Alle middelen, en alle dingen die gebruiken, zeker als er sprake is van verslaving, hè, en wat daar gaat het om, dan heeft dat zo'n grote impact op het hele gezin. De hele ja. familie zelfs. Het is niet alleen de, de nabije mensen, de ouders ja. of de kinderen, maar ook zelfs oom, tantes. Hele systemen worden daarin betrokken. En maken zich zorgen en liggen wakker en toestanden en ruzies en gedoe. Het is echt verschrikkelijk verdrietig. Maar als ik ook denk, als, als als ik dat tussendoor mag zeggen, van ja. mijn ouders, die hebben eigenlijk nooit wat gezegd. En als wij daar op bezoek waren, ook met onze dochter, ja. en dan hadden wij geen drank in huis, want dat hadden we nooit, want dat ging altijd op. Maar dan ging ik even de schuur in met mijn tas, en dan pakte ik een fles wijn die deed ik in mijn tas. Maar dan zag je wel die hals de <laughs> boven uitsteken. Ja. En mijn vader en moeder hebben dat wel gezien. Maar ja. pas toen ik gestopt was. Hebben ze het tegen me gezegd? Ja. En ik weet toen ik een half jaar was gestopt... dat mijn moeder zei... ja, ik gun je ook wel een glaasje wijn hoor. En dat zei ze uit haar ja. onschuld. Van. Ja, maar dat... mijn vader zei meteen tegen haar... niet doen, want ze kan er niet maar één drinken. En toen ja. zag ik ook de herkenning in zijn ogen... Ja. van hij, hij had dat ook. Ja, dat, ja, hij kent het ook dus. Maar dat het toch niet gezegd wordt... dat er niet over gesproken wordt... Hè, dus achteraf werd gezegd... dat is ook typisch wat gebeurt dus in een familie... Hè niet benoemen, niet zeggen, zeg maar niet tegen papa, zeg maar niet tegen mama. En dan of... hou je het dus in stand. Ja, ja, dat is dat ja. is het probleem. En het hele systeem houdt het altijd in stand. Ja. 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 Mooi. Hey, Jacqueline, je geeft voor alle mensen die denken: nou, ik ben geen alcoholist, maar misschien moet ik toch eens gaan onderzoeken hoe dat bij mij zit. Je hebt net ook gehoord, hè, wat voor schade. En dat was het niet leuke stukje van de podcast. Wat voor schade het gewoon geeft aan je lijf. Kijk eens bij gewoon Jacqueline van Lisa.nl ja, of ontwijnen. Ontwijnen.nl. Nou, ja. hoe makkelijk kan het zijn? Trainingen, informatie. En ik denk, juist voor de mensen die niet in een park zitten. en ik denk Precies. dat het wel mee, maar ik moet toch eens onderzoeken. Ja. ga naar haar website en check het out. Leuk. Dank je wel. Lieve Jacqueline, dank je wel voor deze podcast. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Was. Fantastisch dat je hier was. En lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Van verslaving naar vrijheid. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en deel het met andere mensen die er wellicht herkenning uit kunnen halen, maar ook iets aan hebben. Dankjewel en tot de volgende keer. Heel veel liefs.